vaak heb je al met deze wagen gereden? Dat wordt de eerste keer. Kijk, dat is mooi. Arie! Het is wel heel mooi. Wel speciaal, hè, dit. Ja, dit is echt mega. Echt niet normaal. Het is net alsof je in het buitenland bent. Als dit alles is. Verder. Het gloeit er niet van. Overal trekt heel erg in mijn kruis. Hele goede morgen. Ik ben heel vroeg weggegaan vanmorgen. De wekker ging om 3 uur. Maar dan staan we in het mooie Wierde voor een hele, hele speciale auto. Ik ga eerst de chauffeur voorstellen. Goedemorgen, Arjan. Goedemorgen, Arjan. Alles goed? Jazeker. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ben jij er klaar voor? Ja, zeker. Ik ben er ook klaar voor. Maar hoe vaak heb je al met deze wagen gereden? Vandaag wordt mijn eerste keer dat ik met de wagen op pad ga. Hartstikke mooi. En wat gaan we doen vandaag? We gaan zien of er echte meldingen binnenkomen. Zijn er geen echte meldingen? We hebben een en ander in scène gezet vandaag, zodat jij kunt zien hoe een echte berger zijn werk gaat doen. Dat is wel mooi, ja. Ja. En hoeveel pk heeft deze wagen? 750. En een neus is niet normaal? Dat is, nee, dat is niet normaal. Die is omgebouwd bij Vlastuin. Dus ja. En hoeveelste is dit, die omgebouwd is? Dit is het nummer 3. Nummer 3? Ja, dat is nummer ook wel speciaal 3. Natuurlijk. We worden de eerste met dubbel gestuurde voorrassen. Kijk, dat is mooi. En ja, die gaan we dus eventjes goed aan het werk zetten vandaag. Ja, en hopen dat er iets echt gebeurt. Ja. Dat zou het mooiste zijn. We gaan het meemaken vandaag. Top, we gaan beginnen. Dat dacht ik. Mooi. We zijn een minuut of 10 verder waar jullie gevestigd zitten in Wierden. Klopt. We hebben hier een soort van open terrein. Daar hebben die wagen, jullie hebben die wagen op zijn kant gegooid. Ja, die hebben we op de kant gegooid. Omdat ja, we zeiden het vanmorgen al, als je geen melding krijgt en je wilt toch die wagen laten zien, kunnen we wel een week bij hun gaan zitten wachten om te kijken of er wat werk komt. Maar hebben we het zo gedaan. Dit is gewoon een oude veegwagen. Oude veegwagen. Zit geen motor meer in. Zit niks meer in. Helemaal niks. Dus die kunnen we mooi op zijn kant gooien. Die ligt er op zijn kant. Maar ik kan natuurlijk niet zo niet aan het werk. Nee, je moet goed zichtbaar zijn, dus daar gaan we wat aan doen. Nou, voor mij is het puur voor de temperatuur. Dat ik nog een broek aan kan doen en nog een jas. Maar het is natuurlijk wel mooi dat het eenheid is. Ja. Nou, laten we dat doen. Hoe gingen we dat doen? Ja. 3, 2, 1. Hoppa! Daar zijn we weer, hoor. Lekker een pakje aan. Ja, heerlijk. Wat zei je net? Je kan wel het verschil zien tussen nieuw en oud. Ja, ja, ik heb er al iets meer gewerkt, jij nog niet. Maar zo is het ook. Maar dan gaan we vandaag verandering in brengen. Tuurlijk! Wat is de bedoeling? Wat gaan we nu doen? Want hij staat er nu zo voor. De bedoeling is, jij gaat dat ding recht opzetten en dan ik ga je daarmee begeleiden. Ga lekker zitten in die wagen, dan doe ik de rest wel. Ja, is goed. Nou, fijne dagen. Ja. Succes! Je hoort het zo wel. Dit is wel echt een brute machine, hè? Ja. Het is allemaal even wennen ook zeker. Ja, dat is een beetje nieuw. Het is allemaal nieuw. Ben het bij jou ook een beetje hetzelfde of niet? Nee, mijn vraag is totaal anders. Maar zie je hem de kabels al vaak eens hoor? Ja, doe ik. Tuurlijk. Anders kunnen we er echt niet meer bij. Nou, ik ben 1,96. Ja. En wat moeten we doen? Gewoon vasthouden. Oké. Okay. Crossfit. Arjan die legt net uit. Dat er zitten natuurlijk 2 van die kabels aan. En ik dacht, 1 voor die kant voor het wiel en 1 voor die andere kant aankoppelen, wegrijden, dat hij zo neerklapt. Maar dat is dus niet de bedoeling. Arjan gaat nu dus 1 van die kabels aan de bovenkant vastmaken en die andere aan de onderkant. Ja, we maken hier 2 aan de rubede assen. Ja, Dat de truck uit zo komt. Ja. En maken 2 banden boven in de wielen. Waar we weer mee kunnen opvangen, dat hij rustig valt. Ja, precies. Dat hij gewoon rustig op zijn Wieltjes terechtkomt. Oké, nou top. Nee, zo kom je nog eens op een plekje, hè? Ja, zo kom je nog eens ergens, hè?
Maar nu zijn we dus die band door die vellen gaan het doen en hier ga je hem dus mee opvangen. Hier gaan dus we mee opvangen. Dus met die onderste, daar trekken we hem zo meteen op zijn kant en deze vangt hem op. Okay. En deze vangt hem weer op. Dus twee, die kant heb je al gedaan. Ja. Dit is wat lastiger hoor, ik heb je de lastige kant gegeven. Ja, voel jij je vingers nog? Ja. Oh, nee, ik niet. Ja, ik voel je vingers ook wel, maar... Je begon gezet. Ja, gewoon. Ga gewoon even zitten. Stuur vast. Een mooi toeren. Ja, een beetje mooi toeren. Een beetje cola erbij. Ja. Ja, ik zit wel. Ja. Even mijn tacho invullen en dan kunnen we weer. Ja, dan ga ik in. Nou, rustig aan. Hij loopt er gewoon weg. Ja. Beetje zitten, trek ik hem omhoog. Zit je straks weer recht. Ja, dat zal wat zijn, hè. Breek niet eens een kabeltje. Oh. Top, we hebben de kettingen dus vastgemaakt, dat zijn die onderste, daar gaan we zo meteen weer recht trekken, hier gaan we weer opvangen. Dus dat is de laatste stap toch? Dat is de laatste stap, ja. Zo. Hoppa. Dus hij staat nu al op spanning. Ja. En jij gaat nou je werk doen. Mooi. Zal die grip pakken, zal die grip pakken. Nu heb je achterin grip. Ja, komt goed, maar je trekt hem eerst recht. Oh ja, ik zie het. Kijk, nou komt hij. Ah. Ja, hij komt. Ja? Goed. Ja. Hij komt. Oh ja, ja, dan komt hij. Dan gaat hij heel langzaam in de andere hangen. Laat die andere zeer stieren. Dat doe ik. Kijk. Hij staat weer. Ja. Zonder schade. Zonder schade. Hatsie. Alles loshalen. Ja, alles loshalen. Laden en wegbrengen. Top. Hoppa. Die staat op zijn wielen. We hebben de hoofdzakelijke spullen al opgeruimd. Allemaal weer terughangen, netjes in de kist. Nu moeten we een klein stukje vooruit rijden. Ja, nou, een klein stukje vooruit. Kunnen we de lier allemaal netjes oprollen. Oh ja, en dat, alles, die boom. Ja, ja, leek me wel wat anders, hè? Ja, ja, ja. Dat eerste viaduct niet goed. Nee, maar die onderste toch ook een boom, of is dat een boom? Dat is een boom, dat is een lepel. Oh, dat is een lepel, oké. Okay. Ja. Dus een lepel naar beneden, bomen invouwen, die kabel weer terug oprollen. Die lierkabels. En dan gaan we hem hiervoor zetten en dan gaan we hem meenemen. Ja, gaan we meenemen. Zal ik hem een stukje ervoor rijden? Ja, doe maar eens. Top. Kijk, nu halen we het hele systeem naar beneden en de boom en de lepel. Er zijn zoveel hendels in de. Ja, nu halen we de ondersteuning eruit. Dit is speciaal om de boom te ondersteunen. Oh, het stuurt wel heel mooi. Wel speciaal hij dit. En met de neus en met een dubbele stuurassen. Mooi, we zijn er. Nou heb ik dus van de leermeester gehoord, nou pak ik de afstandsbediening, maar dan moet altijd het klepje dicht. Want op het moment dat het klepje dicht is, kan er ook niemand aan de bediening zitten. Want stel, je ligt onder die auto met de afstandsbediening, dan, en je ligt eronder en iemand denkt, ah, zal even een hendel trekken. Dan kan het natuurlijk een gevaarlijke situatie opleveren. Staat hij nu al aan of niet? Ja, hij staat al aan. Hij staat aan. Oké. Okay. Dan gaan we hem nu laten zakken. Oh, rustig. Oh, 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 geen stress. Dan gaan we nou even de... Eerst de allerbelangrijkste pin eruit halen. De allerbelangrijkste? Ja. Wat ga je doen? We gaan de belangrijkste pin eruit halen, dat is dissend. Ja? Dus halen we eruit. Anders hebben we hier geen draaipunt en dan komen we de bocht niet om. Ah ja, dan breekt het hele boeletje af. Ja, dan breekt het boeletje af. Zo, dan werkt het soepel. Ja. Maar omdat alles bevroren is. Ja, en je staat mooi op deze, hè? Ja. Staat hij recht? Je wel goed, die wagen? Dat dacht ik, hè? Staat hij recht of? Ja, 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 ja. Iets verder. Iets verder. Verder, verder, verder. 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 Ik geloof er niks van. Klein stukje terug, terug, ho maar, ho, ho, op zijn handrem. Ik zet hem nu eens achteruit en hier kan je dus zien op het scherm, achteruit de rijcamera, dan gaan we hem nu onder rijden. Allemaal voorzichtig, het is allemaal splinternieuw. Als het goed is.
Ah, hij komt al kijken ook. Kom maar! Goed, goed, mooi. Oh. Ja, en vast is vast, hè? Ja, ja, maar ik wil hem ook niet verliezen. Nee. Dat is mooi. Dan gaan we naar de andere kant. Hebben we een echte berging, maar. Hebben we wel een echte berging. Ja. Ja, dan kunnen we niet, ja. Hoeven we niet te spelen. Dat die gewoon ergens eraf geslingerd is. Dat zou wel mooi zijn. Ja. Even loshalen een beetje. Al een beetje los. Ja. Ja, nou één tikkie. Ja, zo is het mooi. Ja, dat vind ik ook wel, want de tweede tikkie gaat ook niet meer. Nu dan, als laatste de verlichting nog. Ja, super. Ja, ja. Ja, die heb je wel nodig natuurlijk. Ja, dat is wel maar wel dit zo is veel. Gewoon draadloos. Dat is gewoon draadloos. Met magneetje. Met magneetje. Maar hoe werkt het dan? Op knopje drukken, hierachter. En als het goed is, maar gaat waar branden. Wordt dit door aangestuurd? Hier zit een stekker. En daar wordt hij door aangestuurd. En die zit op de normale verlichting? Die zit op de normale verlichting. Spatzuiver. Dus die gaan we nu achterop doen. Ja. En welke is dit? Dit is rechts. Dat is rechts. Oh, dit is rechts. Ja, dat je knipperlicht uitdoet, ja, dat je hem verkeerd is omhangt. Zo zijn we zo goed zichtbaar aan de achterzijde. Netjes. Nou kunnen we toeren dus. Ja. Alles vast, alles dicht. Alles vast, alles dicht. Top. Ik zeg, gas op die lolly. Mooi zo. Ja. Kacheltje aan op mijn voeten, hè. En toeren. Ja, dat dacht ik. Fantastisch mooi, hè. We gaan nou even binnen doorrijden. Ja. En we gaan van Enter naar Neemleveld. En dan gaan we hem weer terugbrengen waar hij vandaan kwam. Ja, daar gaan we hem terugbrengen naar Messenveld. Daar hebben we de auto van gerecreëerd even. Ja. Dan brengen we hem weer terug. Ja, mooi hè. Ja. Mooi opgeladen, recht opgezet. En met die dikke neus. Het is altijd machtig, ja, ik weet niet. Het is iets magisch. Hetzelfde als een open pijp, maar ook met een vrachtwagen met neus rijden, dat je die neus weer voor je ziet. Ja, dat is gewoon mooi. Ja, dat maakt dan mooi. Ja, echt zo. Ja, ik ben ook super trots op met z'n allen. Ja, dat geloof ik. Ja, het speeltje van het bedrijf. Want hij heeft geen vaste chauffeur. Nee, hij heeft geen vaste chauffeur. We hebben een aantal zware bergers in dienst bij ons. Die met het zware machine maken rijden. En zodra er een ongeval gebeurt of er moet een transport gebeuren, dan wordt het dispensair een zware berger gebeld die in de buurt is en die gaat er mee op pad. Ja, dat is wel mooi hoor. Ja. Dus het is niet zo dat er één chauffeur die wagen krijgt. Maar het is wel leuk dat er meerdere chauffeurs natuurlijk met die auto kunnen en mogen rijden. Want dan is het niet zo dat collega's bijvoorbeeld, die zien die wagen wel staan. Die zouden het best leuk vinden om een keer ermee te rijden. Ja. En dat kan dus ook bij jullie. Ja, bij ons kan allemaal. Alle zware bergers kunnen hebben de kans om met dit nog pad te gaan. Ja, prachtig. Skitterelmooi. Dit vind ik mooi. Zie je niet zo heel vaak. Autosloperijen zijn er genoeg. Er zijn ook genoeg vrachtwagensloperijen. Maar we staan dus nu hier op een vrachtwagensloperij. En dat vind ik altijd geinig. Dat is toch mooi? Ja, dat maakt dat het mooi. Dat zie je niet zo heel veel. Nee. Dus er liggen overal onderdelen. Overal liggen cabines op de grond. En we gaan deze lekker bijzetten. Ja, die laden we hier. Hij mag zo hier eraf? Hij mag hier. Ze zegt, zet hem maar neer en dan komt het allemaal goed. Komt er straks een grote hefter. Ja. Die dondert hem zo in de container. Goed, wat gaan we doen? Plannen. Ja. Eerst niet de achterlichten te vergeten. Hè? Niet de achterlichten, heel goed. Ja, voor hetzelfde geld. Ja, dan moeten we weer terug. Hoppa, die hebben we alvast binnen. Uit. Ja. Lampjes uit, gewoon één keer drukken. Oh, één keer drukken. Eén keer drukken. Heel mooi. Nou, goed, volgende. Volgende, spanwandjes los. Hup. Oké, dan niet omhoog klapt. Ja. Een rukje aan het bandje. Zo simpel is het. Zakken, pennen eruit. Klaar, Kees. Spanbandjes er even onder vandaan halen. Ja, die zitten straks vast hè, aan die pen. Dus we laten maar niet dat die onder de wielen komt. Nee, dat komt goed. Dat komt goed. Laat hem nou, maar zakken. Dat zou ik aan de andere kant niet zeggen. Ja, ik zal hem wel in weghalen. Ik help hem af en toe gewoon een beetje. Twee man ziet meer dan één. Ongeveer dapper. Kan hij? Ja, kan. Kijk, ik schuif hem nog heel iets uit. Ja? Maar die ruimte waar je naachter doet. Niet je vingers zitten ze doen, hè? Nee, die hou je hier vrij. Kijk, en nu kun je de pen heel makkelijk weer uithalen. Borging eruit. Pin eruit. En klaar is Kees. Of Arjan moet ik zeggen, maar.
We gaan de andere kant even loshalen. Maar ik wil even zeggen, het is natuurlijk een beetje fris, maar ik vind het wel fantastisch mooi, jongen. Die komt aan, klap zo'n wagen weer neer, wegrijden. Maar het is wel dik ook om met dat ding te rijden, want je zit boven die neus te kijken. Ja, ik vind het wel mooi werk. Ik vind het wel leuk werk. Ja, dat is prachtig mooi werk dit. En je weet nooit wat je hebt. Nee. En daar hou ik ook van, want van die eenzijdige ritten, elke dag hetzelfde. Nee, is geen dag hetzelfde bij ons. Daar word ik gewoon moe van. Dat kunnen mijn hersens niet aan. Dan begin ik een beetje in slaap te sukkelen. Maar dit, hier moet je je kop bij houden. Nadenken. En elke keer is het anders. Er zitten zoveel functies op. Perfecto. We gaan de andere kant doen. Ja, je gaat de andere kant loshalen. Je weet hoe het werkt, hè? Ja. Kom er wel uit. Kom er wel uit. Zal ik hem nu ietsjes van de grond afhalen en dan naar voren rijden? Ja. Mooi. Hoppa. Die pennen weer in, dan kan hij niet meer sturen. Net zag je dat heel mooi. Dan kon hij zo mooi achteraan. En hij stuurt ook heel krap. Je hoeft helemaal niet ruim te sturen, want dat ding dat stuurt er zo mooi achteraan. Dus die zit weer vast. Dan gaat hij niet omklappen als we hem rechtop zetten. Ja. Nu gaan we weer omhoog. Omhoog. Even kijken met de onderkant of dat goed gaat. Nou, dan doe ik hem nog een stukje omhoog. Ja, dat gaat goed, toch? Klap hem maar omhoog. Ja, maar ik... Vertrouwen is goed. En dan moeten we heel een distant even erin doen. Kijk, om te laten zien hoe hoog nou die mast moet. Als die rode lijn dus mooi doorloopt, dan staat hij op de goede hoogte. En dan, want ik vroeg net aan Arjan, ik zeg, hoe werkt het dan? Hoe hoog moet hij? Ja, mooi het rode lijntje door laten lopen. Is perfect. Ja. Van rijstand. Ja, het is gewoon een rijstand dit. Ja, super. Niet normaal, hè? Wat een mooi stukje natuur. En zo, nu het wit is, is helemaal waanzinnig. Prachtig. En dat geel, dat valt helemaal niet op tussen dat wit. Helemaal niet, zegt. Ja, dit is echt mega. Echt niet normaal. Het is net alsof je in het buitenland bent. Ja, maar dit is toch prachtig weer. Ja, echt mooi. Na een heerlijk broodje en naar het bosgebied zijn we nu een pechgeval aan het opladen. En dat pechgeval, we hadden bijna een echt pechgeval. Ja, bijna een echt, hè. Maar die had dus een klapband en die wist hem heel snel zelf te vervangen. Die heeft hem heel snel zelf vervangen, zodat we niet te plaatsen zijn geweest. Dus die man die kan zijn weg weer vervolgen, helaas voor ons. Ja, helaas voor ons. Ja, goed voor hem. Ja, het was mooi geweest om een echte melding te doen. Echt, ja. Dus ja, iedereen was enthousiast. En dan ging het op het laatste moment niet door. Dus nu hebben we het zo gedaan dat we dat jullie zelf een vrachtwagen neer hebben gezet en het volledig laten zien hoe het in zijn werking gaat. Maar daar ga ik zo meteen nog verder over uitleggen. We zijn er bijna, we nemen de volgende rotonde ook 3/4. Ja. We hebben nog steeds een neus erop zitten. Ja, gelukkig wel. En Arjan ook. Kom. Hoppa. Wat je nog even gaat doen is alvast je signalering aanzetten. Dat we zichtbaar zijn dat we een aparte manoeuvre maken hier op de snelweg. Ja. Ik was hier rustig je snelheid aan en dan voegen we straks in voor het pechgeval. Top, gaan we doen. Als ik zo blijf rijden, dat is wel duidelijk genoeg, toch? Ja. Of ook weer niet te langzaam. Maar wel dat duidelijk is. Maar goed, er zitten maar een paar lampjes achterop, hè? Er zitten maar een paar lampjes achterop. Ja, dus het is niet heel duidelijk. Nee, dat is niet goed te zien. De kleur valt ook niet echt op wat we hebben. Nee, dat geel dat valt helemaal weg in het landschap. En daar staat hij weer. Daar staat hij. Het is mooi als je hem er meteen recht voor zet. Je mag hem normaal gesproken iets verder door laten rollen. Wat dan? Ja, nou heb je geen last van het verkeer achter je. Dus normaal dan rol je hem, ga je de vluchtstrook op. Ja, en dan een stukje verder achteruit. Ja, en dan vol in de ankers en dan ga je achteruit. Vol in de ankers? Ja, of je moet... Jij zegt rustig aan. Ja, jongen, is nog nieuw, hè. Voorzichtig. Oh, ja. Ik vertelde net al heel even het kort. We kregen net een echte melding. Maar dat was een klapband, maar dat was een echte chauffeur, denk ik. Ja, dat was een echte chauffeur, die heeft hem zo gewisseld. Zo, die had hem met een rap tempo had hij dat bandje omgegooid. Dus helaas, wij helemaal in euforie. Ja, we mogen een echte wagen ophalen. Ja. Ging het niet meer door. Helaas. Maar goed,
Bij wolven hebben ze van alles in petto. Ja, dus... wolven, hè, pas erop, hè. Hoe? Wolven, niet wolven. Wolvers? Ja, wolvers. Wolvers? Ja, jij zegt wolvers. Dat kan en hier rijdt zoveel verkeer. Jij hoort het niet goed. Jawel, dat hoor ik wel. Hebben we het nou genoeg gezegd? Ja, wolvers. Goed zo. Mooi. Er staan dus twee wolvers op de vluchtstrook. Eentje staat helemaal volgeladen met auto's. Dus die gaan we echt afslepen. Maar nu is het zo dat wolvers, die heeft een hele goede samenwerking met Rijkswaterstaat. En dat wilden we even laten zien. Hoe dat in zijn werking gaat, dat hebben ze nauw contact. En dan zetten ze zo'n baan af. Het staat ook al op de matrixborden. Alles afgezet met pionnen, dus het is allemaal veilig. Het is allemaal in controle. Daar staat ook iemand van Rijkswaterstaat, die houdt alles in de gaten. Dus nu kunnen wij ons ding doen. En dit doen we eigenlijk speciaal voor jullie om het te laten zien hoe het in zijn werking gaat. Maar wel alles op een veilige manier. Laten we gaan beginnen, ja, voordat we voor het donker is. Als het goed is, hebben we het goed uitgemeren. Keurig, chauffeur. Kijk. Keurig. Maar nu gaan we hem afbouwen. Nu gaan we de leerbol helemaal afbouwen en dan maken we een ander systeem op. En dan gaan we hem voor aan de neus gaan we hem vastmaken. Laten we dat gaan doen. Ja, gewoon werk. Hè? Top. Hier, we kijken wat denk ik. Onze andere neus. Is die van jullie? Ja. Schitterend. Jullie hebben er een neusje voor, hè? Ik heb ook weer een taak gekregen. Arjan haalt die trekogen. We gaan nu op een hele andere manier dus die wagen slepen. Even kijken hoor. Oh, hier zit zo'n gaatje. Kijk. Hoppa. Is het nog een gat of niet? We zitten nou gewoon trekken. Ja. Hoppa. Keur. Makkelijker. Dit kleine moertje, boutje, dat gaan we er even in draaien. De dikke kant erin. Ja, de dunne kant erin. Oh, de dunne kant. Ja. Dan moet hij vrij soepeltjes gaan. Als hij niet soepel gaat, dan gaan we met een tap erdoor in. De cabine kantelt nog niet, toch? Die is vast, hoor. Nou, de handen op de voorste moeren halen we eraf. Hij komt met een steeds groter geschut aan. Ja, mooi, hè? Nou, het houdt wel nog even wat in. Want je moet zo'n stabilisatie... Dus eerst die twee pennen erin. Stabilisatiestangen tussen. Voor, er komt natuurlijk heel veel kracht op. En dan vervolgens zetten we twee van die... Ogen erop. Ja, haken. Haken. En daar haken we hem weer mee aan. En dan haken we hiermee aan. Nou, als dit alles is. Ja. Oké, dan gaan we weer met mijn afstandsbediening. We beginnen eerst met de pinwas dan. Ja. Anders kunnen we niet draaien. Moet ik alles doen? Natuurlijk. Ja, je bent hem hierop. Ja, dan hoeft hij niet helemaal perfect recht ervoor te staan. Dan kunnen we hem zo afstellen. De andere kant op. Daar draait hij. Kijk, hoor maar eens. Ik laat je hem iets zakken, ja. Nou schuif hem deze gewoon precies eronder. Kijk, van de grond. Nu gaan we dus die kadarnas eronder vandaan halen. Of de aandrijfas. Ah, ja. We halen de hele onderlijn eronder vandaan. Dat het niet stuk kan. Nou komt het belangrijkste, de aandrijfas. De aandrijfas is het. Of de moet die nou horizontaal deze of niet? We moeten zo hoog zijn dat we eronder kunnen komen. Nu is dus de wagen omhoog. Gaat Arjan zo blokken pakken voor de veiligheid. Zelfs met de krik als het ware. Als je je auto opkrikt en hij kan per ongeluk van de krik afspringen. Dan lig je eronder met je hoofd. Dat is niet de bedoeling. Blokjes eronder voor de veiligheid. En dan gaan we de aandrijfas eronder vandaan halen. Ja, dat klopt. En dat komt omdat anders de versnellingsbak door het slepen dan krijgt je versnellingsbak geen smering meer. Ja. En daardoor zal je versnellingsbak stuk gaan als we de aandrijfas. Ja, dan krijgt hij een knauw en dan gaat hij kapot. Ja. Moeten we niet hebben, dus we halen de aandrijfas er nu onder vandaan. Kunnen we even sleutelen. Je zei net al dat ik een ander overal aan moest. Ja. Een sleutel overal. Ja, sleutel overal. Dan ben je ook meteen handig. Ik hoop het. Dan kan ik het ook.
Is ook een holle pijp? Ja joh. Wie is dat? Ja. Daar is hem. Woe! Dik voor elkaar. Goed gedaan, jongen. Kijk, dit is dus die aandrijfas, die moet eronder vandaan. Die loopt van voor naar achter onder de chassis door. Dus als deze niet losgaat, dan krijg je problemen. Die ga ik nu even afbinden achter op de chassis. Of achter op die wagen, dat is het makkelijker van dit soort auto's. Het volgende. We hebben dus nu de truck zelf rij klaargemaakt op de remmen na. Maar die gaan we nu zeg maar rij klaarmaken zodat we kunnen rijden qua hoogte. Dus laten we mijn afstandsbediening eens uit. Nu niet meer. Laten we hem zakken. Ja, en dan zorg je even dat de boom horizontaal is. De boom horizontaal. Iets verder omhoog nog iets. Zo is het goed. Kijk je uit? Ik kijk uit. Dus word je dadelijk overreden door een vrachtwagen van jullie zelf? Ja. Helemaal tot erin? Helemaal tot erin. Perfect. De vrachtwagen die werkt op lucht. Ja. Met de luchtdrukremmen. Ja. Dus we moeten zorgen dat de luchtvoorraad heeft. Dat de tank onderweg niet leeg gaat. Ja. Anders springt hij op de handrem. En omdat dat is wel handig. Ja. Als je geen lucht meer hebt op die vrachtwagen, dat die vanzelf op de handrem gaat natuurlijk. Ja. Ja. En dan daarom heb je 750 pk. Dan ben je de afrijding kunnen komen. Ja. En dan maken we hem ook geremd omdat die trailer helemaal geladen is qua gewicht. Ja, dat het veilig blijft. Ja, dat we het veilig kunnen vervoeren en daarom maken we de trailer remmend. Ja, wat normaal gesproken is natuurlijk een aanhangwagen, een trailer, een trekker, is het ook het hele spul geremd. En als je nu alleen met deze trekker zou gaan rijden, die vier assen, dat is nogal wel wat. Maar dan heb je een complete aanhangwagen als ware die niet geremd is. En dat wordt een beetje gevaarlijk. Want ja. We hebben twee slangen. Net zoals bij de normale truck. De rode slang is voor de voorraad. En dit is de gele slang voor de remmerij. Continu. Die continu leggen we hier bij het chassis. Ja, trek hem maar terug. Hou maar weer terug die handel. Zo, dat is hem. De grill dicht. Jij bent mooi lang, Martijn. Kun je de slangen even achter je ruitenwissen doen? Achter de dissend. Oh, even ervoor halen. Ja. Mijn overal trekt heel erg in mijn kruis. Wat zeg je? Kijk, en zo heb je nooit geen contact met je lak van de vrachtwagen. Hetzelfde als met de rode slang we hebben gedaan. We hebben hier een krulsnoer van onze vrekken ertussen gedaan. Even aankoppelen. Gaan we hier vastzetten. En dan kun je gewoon rijden. Dan heb je gewoon een spiraalleiding ertussen zitten. Kijk, je weet het. Ik ben van Knippie Knippie. Dus er moet wel Knippie Knippie ook op zitten. Wij zijn helemaal klaar hier. Dus we kunnen gaan rijden. Alleen omdat wij net onder de auto zaten. En met de lucht aan de andere kant van de auto op de rijbanen. Heeft Rijkswaterstaat. Daar staat hij. Heeft een extra baan, de derde baan van de rijbaan, heeft hij afgesloten. De spits is nog niet begonnen, dus het rijdt allemaal nog door. Er staat geen file, dus dat kan nu ook nog. Dus die baan is dicht, dat de invoegende mensen makkelijker de baan op kunnen. Dus kijk, zoals je daar ook ziet, is die derde baan afgesloten. Nu gaan wij rijden. Doordat wij nu stilstaan, kunnen wij ook nog het rode kruis gebruiken. Vervolgens gaan we erop, haalt hij al zijn pionnen weg en dan zijn de rijbanen om weer open. Dus dat is echt super geregeld. Mooie ervaring dat dit zo op deze manier kon. Wij gaan die auto starten en we gaan rijden. En dan gaan we die wagen weer veilig terugbrengen.
Nou, de dag zit er bijna op. Ik heb echt een waanzinnig mooi dagje gehad. Het wordt ook alweer donker, maar ja, nou vroeg ik me af, waarom gebruik je nooit je luchtvering? Ja, omdat jij het kastje niet kon vinden. Nee, maar je zonder, hebt het niet gevonden. Nee, maar zonder gekheid is gewoon een compleet bladgeveerde truc. Maar waarom is dat eigenlijk? Want tegenwoordig is het helemaal in om alles rondom luchtgeveerd te hebben. Waarom hebben jullie gekozen voor een bladgeveerde auto? Omdat het stabieler is qua berging alles. Want als je met een lepel gaat spelen en je gaat de hele tijd ga je luchtvering corrigeren, dat is niet handig. Ja, en we lopen al een beetje langs deze kasten. Ja. En er zit van alles en nog wat in, hè? Ja, dat klopt. We hebben van alles zitten, bedieningskasten, we hebben kasten met kettingen, gereedschap. Hier hebben we onze werkkleding helemaal in liggen aan de veilige kant. Ja, heel netjes. Ook allemaal vakjes. Allemaal netjes vakjes erin. En dan komen we meteen bij de motorkap. Dan gaan we eigenlijk gewoon meteen gewoon even doorlopen. Want hier ligt natuurlijk crème de la crème, een 16 liter in. Ja. Maar dan een 6-cilinder. Ik rijd meestal met een V8, maar dit is een 6-cilinder. En wat krijg je dus als je een 6-cilinder hebt? Met een V8 zijn het al zulke cilinders. Maar als je een 6-cilinder, 16 liter. Inhoud blijft hetzelfde. Dat wordt echt zulke kelken. Ja, precies. Maar we zeggen ook altijd, we hebben liever 6 harde klappen dan 8 kuchtjes. Ja. Maar die ligt dus hieronder. Ja. Dus dan gaan we verder. Weer het open vak. Hier nog meer open vakken. Wat zien we hier? Ja, hier hebben we gewoon de startkabels liggen voor starthulpen. Dat we onderweg een keer een vrachtwagen hebben met een lege accu. Stempels ook nog, want je hebt wel stempels achterop, maar die hebben we niet gebruikt. Die hebben we niet gebruikt, was vandaag niet nodig. En voor de kleine mensen hebben we hier ook allemaal trapjes in gemaakt. Die kun je uitklappen voor mij. Dus, top. Ja. Lekker. Overal over nagedacht. En net zoals dit. Heel even kort, dit liet je vanmorgen aan me zien. Ja, dat liet ik deze zien. Deze zijn mega zwaar verteld. Kan je het heel snel laten zien? Ja, die kan ik heel snel laten zien. Dus gewoon loshalen, openklikken. Dit is een pen in. Kan je hem naar buiten halen? Kun je hem naar buiten halen. Hoef je hem niet erop te laten kegelen als het ware in die bak. Kan je hem hier naar voren schuiven op het randje. Kan je hem volledig binnen je macht optillen. Want die dingen zijn gewoon zwaar. Pak hem maar eens even. Ja, daar gaan we al. Ja. Ja, dit is gewoon zwaar. Kijk, nu hangt hij helemaal vrij. Kan ik hem er vanaf pakken. In plaats van dat je heel moeilijk voor je macht staat te werken in die kist. En zo blijft het allemaal knap. En daar ben ik nogal van. Dat het allemaal netjes blijft. Nog meer blokken, extra diesel zo te zien. Nog meer gereedschap. Ja. En je kunt ook zien hoe we het gereedschap hebben ingepakt. Want hier hebben we echt het heetste gereedschap en voor de bergingen. En alle pechhulpgereedschap hebben we aan de rechterzijde zitten. Dus zoals we vandaag hebben gedaan, kunnen we al ons gereedschap aan de rechterzijde aan de veilige kant eruit pakken. Ja, dat is wel en daarom is hij helemaal zo ingepakt. Oh ja, dus over de bepakking is zelfs ook nog nagedacht. Ja, want je kunt moeilijk zeggen dat je elke keer aan de linkerzijde moet zijn om een sleutel te pakken. Dat want dan blijf je ook omlopen. Ja. Daar bovenop zit nog een kist. En daar onder die bovenste kist, daar zit nog de brandstoftank. Ja. Want die kan je nergens kwijt hier. Nee, en dat is ook mooi, want wij kunnen altijd droog tanken. Ja, je staat onder de afdak. Nee, we doen het vanuit de kist. Ik ga je een hand geven zonder handschoen. Bedankt vriend. Ja, jij ook bedankt. Ik heb genoten en een hele hoop geleerd. Dan kan ik weer als uit eigen ervaring spreken dat ik met de sleepdienst ben mee geweest. Vond je het ook mooi? Ja, laat sowieso even achter wat je van een Volvo met neus vond. Vind ik super dik. Vind jij dat ook? Laat het even achter in de comments. Doe een blauw duimpje omhoog. En dan zien we jullie bij de volgende nieuwe Knippie Knippie Kuipsel Tour. Tot de volgende keer. Dankjewel. Hoi. Eén voet zit er nog. Ja. Oh ja. Zo. Wel intiem even, hè? Ja, intiem momentje zo.